Ik vond Joop, ja, wat moet ik zeggen? Ja, dat wou ik eigenlijk nog niet verklappen, maar ik ga collega worden van jullie. Ja, ik snap het enthousiasme. Voetballiefhebbers, echte supporters. Welke wil je hebben? Die. Deze. Cameravrouw Kelly. Ja, dankjewel. Verslaggever. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Dag Eddie. Goedenavond. Hoe is het met u? Ja, met mij gaat het redelijk goed. Ik mag niet mopperen. Twente heeft het wel goed gedaan, hè, dit seizoen. Ja, Twente heeft het fantastisch gedaan. He, zeker die laatste wedstrijd, he, de ontlading, dat al die mensen zo dat stadion het veld opgingen. He, ja, dat was echt fantastisch om te zien. We zijn gewoon kampioen. Kampioen van Nederland, realiseert ja, u zich ja, dat? Nee, nee, totaal niet. Ja, net. Ja, dat moet nog doordringen, maar so far so good. Spreekt u Joop Munsterman nog wel eens? Nee, ik, Joop Munsterman heb ik niet meer gesproken. Dat had ik best wel gewild, want wat de man gedaan heeft is in principe... Dat stadion wat er nu staat, dat is zijn werk. En dat wilde hij allemaal heel graag. Maar ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat is wel jammer. Maar ik, ja, ik heb hem jammer genoeg de laatste jaren niet meer gezien. Al die successen van Twente in 2010, hoe was dat? Dat was heel mooi. Je moet je kijken achter je, met hoeveel mensen er op het plein stonden. Hè. Uiteindelijk zijn we een mooi kampioen geworden natuurlijk. En er zijn heel veel mensen op afgekomen. En vandaag zitten er weer een paar mensen in de zaal. We betalen allemaal geld om naar ons te komen luisteren. En dan wordt alles en iedereen gek hier. Weken jullie Joop Munsterman nog wel eens? Ik er niet. Ik er niet. Maar ik vond Joop, ja, wat moet ik zeggen... Wat wil je daar zeggen over Joop? Nou, Joop heeft toch uiteindelijk mede voor gezorgd dat we kampioen zijn geworden. En er zijn heel veel mensen natuurlijk kritisch over, omdat het financieel gezien allemaal niet helemaal goed was uiteindelijk. Maar als hij dat niet had gedaan, hadden wij hier vandaag niet gestaan. Dus we moeten ook wel een beetje dankbaar zijn voor wat hij voor ons heeft gedaan. Je gaat stoppen bij Studio Voetbal. Ja, dat wou ik eigenlijk nog niet verklappen, maar ik ga collega worden van jullie. Kijk eens, hier hop, heb je mijn jasje al. Theo Jansen! Dit is een jasje, het van Special TV. Om een beetje reclame van te maken heb ik een jasje gestolen. Heel goed, heel goed.